Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Ik moet vooral Primoz ondersteunen en dat is eigenlijk al moeilijk genoeg, stresserend genoeg. En ik hou mij niet bezig met sprinten. Het werd wel sprinten en een vierde plek, wat hem dus ook de rode leiderstrui heeft opgeleverd. Ja, was dus niet verwacht, want we mochten het niet meer vragen 's morgens. Alleen ja, goed, uiteindelijk bleek dat ze intern toch nog iets anders hadden gedaan. Dat was vooral met dank aan Primoz Roglic. Die zei, ja goed, je kunt hier de trui in eigen land pakken. Dat is nog specialer dan wanneer je dat in het buitenland doet. Dus ga er gewoon voor. En dus kreeg Maaike vrijgeleide om toch voor die rode trui te gaan. Ja, en zo blijft hij binnen de ploeg. Nou, dat was geen verrassing, want dat waren de regels. Waar wel nog ongelooflijk lang over werd gediscussieerd bijna. Of eigenlijk, het leek alsof de organisatie zelf niet paraat had hoe de regels in elkaar zaten. Nee, het duurde echt heel lang. Want wij waren allemaal ervan overtuigd. We stonden bij de bussen, ook met Raymond, dat Mike was de nieuwe leider. Ja. Alleen ja, goed, bij Jumbo-Visma nog niet officieel bevestigd. En ook van de ploegleidersauto kwam niet het verlossende woord. En het duurde echt heel lang, vond ik. Ja, het was ook nog een probleem, er was geen internet. Dat terwijl we bij de universiteit zaten, maar het internet werkte dus niet. Ja, en daardoor kreeg ook Jumbo-Visma geen contact met de organisatie. En de persoon van de organisatie die bij de bus stond, die kreeg ook geen contact. Ja, en dat duurde en dat duurde. Ja, eigenlijk vraag je je dan af, is dit wielrennen anno 2022? Dit moet toch niet mogelijk zijn? Dit moeten we toch gewoon 10 seconden na de finish moet gewoon toch bekend zijn. Mike Teunissen heeft de rode leiderstrui. Ja. Dus dat vond ik wel een beetje een smetje. De man die eigenlijk het minst werd verwacht als de rode leiderstruidrager, werden dan toch bij Jumbo-Visma. Verrast jou dat hij het mocht doen? Nee, absoluut niet. Hij heeft een massasprint gewonnen in de Tour de France in 2019. Dus we wisten van deze ploeg dat hij veruit de snelste was. Ja, en waarom zou hij er dan niet voor gaan? Ja, zelf gaf hij dan nog aan dat hij 1 kilometer pas voor het einde die vrijbrief kreeg. Ja. Maar dat zal continu door zijn hoofd hebben gespeeld. Ja, en wat eigenlijk het bijzondere is dat je ziet eigenlijk dat het stuivertje wisselen, zoals je net zelf al zei, binnen de tweede lijn van Jumbo-Visma is. De rode leiderstrui. Voor iedere ploeg, voor iedere renner is dat toch een grote prijs. Maar het lijkt alsof het bij Jumbo-Visma wordt uitgedeeld, alsof het kruimels zijn. Primoz Roglic die al even aangeeft, vandaag is de een, vandaag is de ander. Ja, ja, wat ik eigenlijk een beetje opmerkelijk vind is, eerst Robert Gesing, nu Mike Teunissen. Twee renners die de Tour de France hebben moeten missen. Die daar toch alle twee zwaar teleurgesteld over waren. Gesing heeft zelfs overwogen van, moet ik nog doorgaan met profielrennen op het hoogste niveau? Of moet ik naar een andere ploeg? En Teunissen die daadwerkelijk Jumbo-Visma gaat verlaten. Ja, je ziet toch, de tweede lijn wordt alleen maar sterker. Maar ja, dat levert ook een behoorlijke strijd intern op. Ja, met dit soort zaken. Ja. Maar moet hij dan ook als een, denk jij, als een soort van bonus of een goedmakertje ook van hogere hand beschouwen? Dat zij nu die kansen krijgen? Nou, bij Gesing vond ik dat van wel. Ja, daar had ik wel echt het idee dat ze het hem echt gunden inderdaad. Om toch een keer die trui voor al het harde werk wat hij altijd doet. En waarschijnlijk ook, omdat ze zo lang met hem al samenwerken, toch een beetje die pijn misschien te verzachten. Een oeuvreprijs. Nou, dat vind ik dan weer een beetje overdreven. Want daarmee doe je hem wel tekort, vind ik. Want het is wel een van de beste renners van Nederland geweest. En, nee, maar daarom juist zo gebaar. Weet ik niet. Ja, nou, ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar ik vind dat toch iets te zwaar of zo. Ja, daar ben ik het helemaal met Jury over eens. Het is misschien wel een beetje een kroon op zijn werk. Van na een jaren dat hij aan de top heeft gestaan. Een mooie rit heeft gewonnen in de Vuelta. Koninginnenrit in de Tour heeft geëxceleerd. In Canada klassiekers heeft gewonnen. Dit is heel mooi na jaren dat hij hier toch nog altijd op dat podium staat. Ja, en net zo voor Teunissen, hè, van de gele trui in de Tour heeft hij al gedragen. De rode leiderstrui nu. Ik begreep, hij is de vierde Nederlander die zowel in de Vuelta als in de Tour de leiderstrui heeft gedragen. Weten jullie ze? Jan Janssen, Joop Zoetemelk. Dat zijn de twee makkelijke. Ja, en dan denk ik eerlijk gezegd Frans Maassen? Misschien? Nee, ik heb volgens mij de naam gehoord. Gerben Karstens? Klopt. Dat was dat. En Jelle Nijdam. Dat was nog één. Dat was heel gekomen. En de kans is ook heel groot dat misschien morgen weer een nieuwe renner van Jumbo-Visma aan de lijn. Maar die kans is eigenlijk best klein, want er gaat gesprint worden. Ja, nou ja, dus goed, je weet het natuurlijk nooit. Want dan wordt het weer de opgetelde som van al die resultaten. Als Mike Teunissen ergens ver achter in het peloton eindigt. Ja, dat zou het natuurlijk wel kunnen. Wat ik nog wel eventjes wil zeggen. Ik vind de
indruk die Primoz Roglic maakt. Ook vandaag weer heel vrolijk als eerste uit de bus met de fans in de weer. Ja. Ook eerst naar Gesink zeggen, jij krijgt die rode leiderstrui. Nu tegen Mike Teunis. Ja, voor die cohesie in de ploeg is dat wel heel goed. Want ja, hij wint meteen in de eerste twee ritten misschien wel de renners die toch een beetje aan het mokken zijn, want de Tour gemist. Ja, maar Jury, hij heeft niks te verliezen. Hij heeft de Vuelta al 3 keer gewonnen. Een 4de keer is mooi, omdat hij dan mede recordhouder is. Maar als het niet lukt, dan gaat iedereen zeggen, ja, die blessure aan de rug. Ja. Waarbij ze bij Jumbo-Visma toch altijd nog een beetje dubieus blijven. Ja. Ze zeggen nu, ja, we hebben iets op de scan gezien, maar het was toch niet heel duidelijk wat we op die scan zagen. Maar ja, zoals die wel oogt in die eerste 2 dagen, is dat hij heel goed is. Ja. Alleen, we kunnen pas vanaf het Baskenland, wanneer er echt zware ritten zijn, dan kunnen we pas een eerste indruk van Primoz Roglic krijgen. Dat is het. Ze kunnen hier, kunnen ze zeker nu ze die ploegtijd dit zo goed gedaan hebben, een beetje spelen tussen aanhalingstekens met die truien. Want je merkt ook, pak nog andere teammanagers, Eike Visbeek was het eens met die indruk dat het een voor een hoop ploegen is om Nederland een beetje door te komen. En daarna gaat de Vuelta pas beginnen. Want ook in de rit van Breda naar Breda is het naar alle verwachtingen gewoon weer sprinten. Daar komen ze meteen nog even op. Laten we ook nog even naar de winnaar van vandaag gaan. Want iedereen keek naar Tim Melier als de grote man. Want het aantal topsprinters hier valt mee. Ja. Werd nog gekeken naar Pedersen en naar Sam Bennett als de grote concurrenten. Maar bij die laatste ook grote vraagtekens. Want het is nog absoluut niet zijn seizoen geweest. Nee. Eigenlijk na die zege in dat puntenklassement in die Tour de France voor Quickstep is het, nou ja, met zienderogen achteruit gegaan met Bennett. 2 jaar niks. Inderdaad. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem bijvoorbeeld niet in mijn ploegleiderteam opgenomen. Want ik dacht, dat wordt helemaal niks. Ja, nee, ik ben helemaal mee eens. Ik had het ook totaal niet verwacht. Maar wat ook heel belangrijk in dit verhaal is, kijk, we hadden een beetje twijfels. Boren Hans Groen op 2 paarden werden. Hè? Jay Hindley, de winnaar van de Giro, en Wilco Kelderman voor het klassement. Ja. En dan ook nog 2 man duidelijk voor die sprints met Bennett en zijn lead-outman Danny van Poppel. Maar ja, nu zitten die klassementsrenners met al een ritzegen op zak van de ploeg. Zitten Hindley en Kelderman toch ook wel een stuk meer op hun gemak. Ja. Al vond ik wel dat ze in de ploegentijdrit iets te veel tijd al verloren. Ja, dat ben ik met je eens. En daar hadden ze het binnen een halve minuut willen houden. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar ik wil ook heel erg graag de rol van Danny van Poppel benadrukken. Want ik denk dat hij toch onderhand wel misschien wel de beste lead-outman van de wereld is. Want als je ziet hoe je op het EK dat Fabio Jakobsen heel weinig hoeft te doen in die laatste 100 meters. En hier met Bennett is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Terwijl dat toch een sprinter is, we concludeerden dat net, die al 2 jaar lang gemarkeerd in de ronde rijdt. Ja, het maakt niet uit waar je Danny maken nog geen zomer. Nee, maar het is toch een beetje het hele seizoen al, vind ik, dat Van Poppel. Weet je, de beste, ik zei het al eerder toen je het al een keertje tweette, van, weet je, wint volgende week Jakobsen in de Ronde van Duitsland met 3 keer een lead-out van Merck. En dan is hij weer de beste man, de beste lead-out. Maar het is natuurlijk wel, en dat zei, laten we even luisteren naar hemzelf. Danny van Poppel zegt, ik verras mezelf over hoe goed ik dit spelletje eigenlijk kan. Je kunt er moeilijk op trainen, je moet het echt hebben of niet. En blijkbaar kan ik het heel goed. Ik verbaas mezelf ook weer dat het goed gaat. Ja, iedereen sprak over Tim Merlier vooral, hè? En Sam het. Ja, weet je, Sam is gewoon een wereldrenner. En het was echt moeilijk. Er komen veel druk bij kijken. Sprinttrein die hij mag uitkiezen toen hij hierheen kwam. En hij bleef positief en wij ook. En dat is het enige wat je kunt doen. Topsport is niet altijd makkelijk. Ja, vandaag 1 bergpunt te pakken. Op de Alto de Amerongse Berg. Nou, het stond al een beetje in de sterren geschreven dat daar Nederlanders voor zouden gaan. Jetse Bol, Julius van den Berg waren de man in de kopgroep die ervoor gingen. Begon al een beetje gek. Hoewel ze allemaal die berg kenden, leek ook vooral Jetse Bol zich te verkijken eigenlijk gewoon op die klim. Nou, heel vroeg aan te gaan, want toen moesten ze echt nog een x-aantal honderden meters afleggen. En het leek wel al zijn final push, zeg maar, om voor die punten te gaan. Julius zei het precies ook. Hij zegt, ik ging 2 keer dacht ik dat de finish de topper was. Maar het was pas bij de 3de keer. Maar hij pakte hem wel. En opvallend, de enige niet-klimmer in zijn ploeg draagt nu de bergtrui. Dat ik deze bergtrui, inderdaad. Ja, er zijn niet veel kansen voor mij als niet-klimmer. En dat ik die hier dan kan pakken, dat is supermooi. Wat ze net ook zeiden, wat Magnus in de Tour heeft gedaan, heb ik hier een beetje nagedaan. En op dag 2 ging die de hele dag solo aan in de aanval. Ga jij dat dan morgen ook doen? Ja, ik hoop dat er nog een paar ook mee willen. Dat is toch altijd wel iets lekkerder. Maar ik heb er morgen ook wel zin in, zeker. Er is nog bergpunt niet ver van je nieuwe woonplaats te pakken. Hebben die nou ook gelijk op je radar staan?
Zeker, ja. Nee, als je in de trui en de kopgroep zit, dan wil je voor, die punten, voor dat punt natuurlijk ook gaan. Ja, wanneer is dit hele plan gaan spelen om vandaag voor die bergtrui te gaan? Nou ja, in mijn hoofd zag ik het al wel een aantal keer door mijn hoofd schieten. Maar ik heb het eigenlijk nooit echt durven uitspreken, omdat ik... Ik eigenlijk als enige niet-klimmer eigenlijk man voor het vlak in deze ploeg zit. Dus ik denk, ja, ik ben hier voor mijn team. Ik ben hier in principe niet voor mezelf. Dus ik wilde gewoon het team ondersteunen. Maar gelukkig dacht de ploegleiding daar anders over. En die zeiden, laten we hetzelfde doen wat Magnus deed in de Tour. En laten we dat proberen. En nou ja, daar was ik super blij mee. En ik werd gelijk zenuwachtig, maar gelukkig is het gelukt. Julius moet ook in de rit van Breda naar Breda weer aan de bak. Want er is weliswaar één punt te pakken, niet ver van zijn huis vandaan, waar je in Roosendaal woont, is de reizende weg. Ja. Juri, jij denkt dat het daar volledig uit elkaar getrokken gaat worden? Nou, dat hangt een beetje van de weersomstandigheden af. Maar als het een beetje guur weer is, een beetje waait, die reizende weg is op klinkers. Vervolgens gaan ze via Woensdrecht over allerlei dorpweggetjes naar Hogerheide. Via de Scheldeweg, waar ook de Grand Prix Adrie van der Poel is. Als er een ploeg is die daar wil doortrekken, dan kan het best zo zijn. Dat is een klein breukje genoeg om het heel eventjes buiten Hogerheide. Ja, dan kunnen er best wel eens wat breukjes ontstaan. Het enige jammer is dat er nu allemaal maisvelden daar staan. Dus na Huibergen is het weer redelijk dicht allemaal. Dus waaiers gaat er niet komen. Maar het zou best wel eens wat hectischer kunnen worden morgen. En dat denkt ook Mike Teunis. Ja, ze hebben het wel iets anders neergelegd dan vandaag, zeg maar. Weinig N-wegen en meer dorpen. Dus het gaat sowieso heel veel nervositeit brengen. Het is ook wel opletten, want af en toe kwam het publiek toch wel eigenlijk net te veel op de weg. En als het dan dus nerveus gaat zijn, dan kan dat nog wel voor wat gevaarlijke taferelen zorgen. Dus ja, dat wordt wel een stukje scherper zijn dan vandaag. Maar ja, ik verwacht eigenlijk wel een massasprint, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hier naar Utrecht is eigenlijk maar één ploeg geweest die de hele dag gecontroleerd heeft in het belang van een massasprint. Alpes in de Koning. Ja, Raymond, ik denk dat we morgen zo'nzelfde beeld gaan zien. Ja, ik ga er echt vanuit dat het weer een massasprint is. En ja, ik ga mijn geld na vandaag toch weer op Sam Bennett zetten. Ik denk dat hij zoveel zelfvertrouwen hieruit haalt dat hij weer er staat. Dat het weer echt de oude Sam Bennett gaat zijn. En zeker ook wat Juri net zei met Danny van Poppel, die steeds beter in die rol als lead-out komt. Ja, en die ook eigenlijk een thuiswedstrijd rijdt, hè, de van Poppeltjes. Dus ja, van Bennett een tweede. Ik vind het lastig. Ik had voor de rit naar Utrecht Gerben Thijssen getipt. Maar die kwam zwaar ten val. Dus ik ben een beetje huiverig dat ik nu niet weer iemand in de problemen breng. Ik ga toch voor een iets wat severe naam dit keer. En ik ga inzetten op Pascal Akkerman. Goed, blijf ik bij de Belgisch kampioen Tim Melier. Vandaag derde, kwam te vroeg met zijn snuffert in de wind. Maar moet toch wel even zijn ploeg gaan terugbetalen voor al het werk wat gisteren. En vermoedelijk ook vandaag geleverd gaat worden. Dus mijn naam is Tim Melier voor de ritzege in Breda. Of dat zo is, dat gaan we bespreken in de volgende aflevering van de Wielerfuts Update. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren en tot de volgende. Hasta mañana. Hasta mañana. Adios. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.